in de zesde klas van Broers van Pettenpolder. En ik ga het boekje bij Anneke in het dorp voor jullie voorlezen. Het is geschreven door Gerda. De school heeft geen muren van steen of hout, maar is omgegeven door kippengaas. Alles is dus open. De meester moet natuurlijk ook heel veel tegelijk doen. Hij moet alle kinderen tegelijk bezighouden. Verbaasd keken Harold en Kayla elkaar aan. Ze hadden nooit geweten dat het zo toeging in het binnenland. Ze konden het zich gewoon niet voorstellen, want ze waren nog nooit in het binnenland geweest. Anneke vertelde nog meer over het leven in het dorp. Over de mensen en hoe ze pilaren wat geld aangaat. Omdat Anneke hen dit nooit eerder had verteld, waren ze erg geschokt. Anneke zei Harold terwijl hij hem op de schouder klopte. Ik vind het een prestatie dat je toch in de vijfde klas zit. Echt waar, het kan nog steeds niet tot me doordringen dat je in zo'n situatie kan studeren. Ik heb er geen moeite mee, omdat het bij ons de gewoonte is dat we elkaar helpen. Als het moet, geeft de meester ons bijles, s'avonds bij de koepelampo. Als het kan, Anneke, waren we graag met je meegekomen om het een en ander te helpen.